Dames en heren, wij zijn aangekomen in wat lijkt het laatste level te zijn van de wereld. Ik zie Marjolein niet. Ik ben hier. Yep, ik zie jou nu wel. The beast in the trees. Wij zien een uil in een boom. Dus ja, dat. Our heroes moved ever closer to discovering the first lost shard of the artifact of soul. But they were not alone. There was something else in the wat bijzonder, dan speel je een hele game met z'n drieën en zeggen ze in het laatste level, you are not alone. Ik denk, nee, logisch, we hebben z'n drieën. Daar gaan we. We zijn er. The heroes approached the last known location of the shard in silence, listening for any signs of danger, and not wishing to raise any trouble themselves. Ik zie jullie niet. Ik loop ver achter. Oh. En hier ligt de shard in de boom. De trine piece. Here's our shard. Ik kan niet meer lopen. Nee, dit filmpje hebben we. Oh! Wat gebeurt er? Oh! Het is een draakachtige. Het lijkt ook een beetje op die draak uit Pine Tree met de horns. Ja. Het lijkt ook wel een beetje op de clown van We Were Here. Oké, dit is een explosie. Kun je Marjolein? Marjolein? Ah! Wat? Goeie start, Marjolein. Ja, ik heb niet eens kunnen zien wat er gebeurde en ik was al dood. Lekker. Je moet op die draak schieten. Ja, dat snap ik. Wacht, ik gooi een vuurbal in zijn gezicht. Hier. Ja, dat, ik denk dat dat wel effect heeft. Je moet springen voor die area. Ja, dat moet ik moet ook niet naar jullie kijken, heb ik hoor inmiddels. Goeie tip. Ja. Ik ben niet goed in dit soort dingen. Hoes? Oh ja, daar moet ik ook niet in staan. Oh, je kan bukken. We zijn nu allemaal dood. We moeten een beetje de dodge game, die moet echt on point zijn. Oh. Ja, dan moet je niet mij meenemen. Oh. Wat is dit, jongens? Hey, dit is wel te doen. Ik moet gewoon die vuurstenen in zijn gezicht gooien. Maar wat moeten wij doen? Niet doodgaan? Ja, waarschijnlijk kunnen jullie ook gewoon. Oh, mijn vuur. God. Ja, maar dat is al te veel gevraagd. Oh, mijn God. Je moet ook springen af en toe. Ik ben dood, ik ben dood. Springen! Ik We beginnen gewoon opnieuw. Ja. Als er vuur is, springen. Ik ben Corné. Je kunt ook, ik ben nog niet eens in de game, want ik ben de missie objective aan het, die wordt voorgelezen. Kan je gewoon doorklikken, toch? Ja, dat weet ik, maar als je gaat voor de content niet de lore doorklikken. Dat hebben we net toch ook al gehoord. Ja, dat weet ik, maar mensen moeten gewoon even de tijd nemen om met ons mee te leven dat we gefaald hebben. Even een minuut stilte. Even in de chat. Ik hoop zo dat dat beest gewoon. Ik hoop zo dat dat beest gewoon al 3 health points mist. Heel erg. Dan kunnen we het gewoon even 8 keer dood gaan doen, zeg maar. Ja, we moeten gewoon niet op de grond blijven. Ook als je aan 3-5 bent, kun je gewoon springen. Ja, dan blijft hij tellen. Ik zal me vooral richten op het 3-5 en het ding ontwijken. Als Thomas jij dan richt op het ding in zijn gezicht gooien. Ga mijn best doen. Ballen. Hey, jij kan ook die ballen stompen, Corné. Ja. Dus jij hebt een grip en een bal en ik ook. Hij doet 2 damage. Gingen jullie over de... Oh ja, dat kan je ook niet. Oké, dat wist ik wel. Ik heb op hem geschoten. Wisselend succes. Alleen wel dat ik enorm goed moet timen wanneer ik tegen zo'n bal aanren. Want... als ik hem mis. Oh wacht. Ja, hij heeft al 4 damage. Oh, ik ga springen.
Ik heb ook damage van de Hilo niet. Nee. Niet in één keer. Oh, we healen wel langzaam, zie ik. Ja, ik heb er eigenlijk een klein beetje bij. Oh, ik span in die cirkel. Healen ook niet sneller. Oh, hoes. Je moet daar het hele karretje. De ijs. Ja. En dan pakken we uit de lucht. Oh. Ik zie niks. Wat gebeurt er? Vijanden. Je moet de ijs kapot slaan. En dan pak ik die bal. Lek. Dat is de bedoeling. Pas op vuur. Sla ijs, ik pak bal. Bam. Sla ijs, ik pak bal. Ja, ik gebruik korte zinnen, dan duidelijk. Kunnen we ons niet vergissen. Ons niveau. Oh, kut. Ik ben niet voor niks met een Brabant game, hè? Korte zinnen. Dus... Ik voel mij niet van goed waar in dit level. Het gaat goed. Geen stress. Focus bewaren. Soort je kunt hem niet hitten met je pijlen, maar. Weet ik. Ik wil even plek zodat ik kan. Dat ik echt sterf. Ja, ik ben dood. Te veel ballen. Kijk, ga even op rest. Ja, hoor. We zijn. Goed zo. Nee, is onze healer. Rest focus. Is goed. Ik ben Ik ben MOBA! Ja, ik heb er ook nog één. Bam, 2 hits. Dubbel. Lekker. Hij wil 3 AP. Ja, waarschijnlijk vindt hij dit niet leuk, dus gaat hij alleen maar boze doen. Nou, dat vind ik niet erg. Dat vind ik niet leuk. Oh, Murfje. Hij gaat goed. Hier komen de ballen. Ja, medium. Nee, laatste 3. Hij varieert in zijn attacks. Ijsbal. Sla ijsbal. Ik heb hem. Ik heb er nog één. Lekker. Er gebeurt iets. Steeds toe. Kom maar op. Oh, hij verliest zijn vuur. Ik kan nog wel even de trein afgeven. Ja. Ik heb hem gevangen. Ik heb het nog eens gedaan. Next stop. Giant lands. Just giant lands. The artifact of soul will be restored in no time. Just one more adventure and everything will be back to normal. For a change, I'm feeling rather confident. Even with only a small piece of train, we can do anything. Looking forward to it. Mm. What a sequel bit. Yeah. Sarek was taking possession of both Trine's sister and the last artifact of power. Sequel bait, yes. Trine 3. Lekker man. Kijk eens, daar staan ze weer allemaal hoor. Mika Pekala. Goeie namen. Man. We worden dus gesequel bait. We hebben de halve Trine gerepareerd. En we gaan dus in Trine 4 vermoedelijk de rest van de Trine repareren. En de orde herstellen in de wereld. Ja. Ja. Dat is mijn hobby. Orde herstellen in de wereld. Ja. Ik heb dat vorige weekend ook nog gedaan. Sowieso. Ja, het is echt een terugkerend iets. Ja. Allemaal senior artists en dan één junior. Die heeft sowieso de hele dagen koffie gehaald. Ik had die aan. Ja. Ja. Yo, dat is Cruz. Wist die weer. Ja, dit is hetzelfde team als de vorige game, denk ik. Laura, ik vond wel, dat level met dat boekje was echt cool. Dat zag er echt mooi uit. Ja. Goede artwork. Ja, yeah, wel nice. Ja. Ik vind de artwork zeg maar door de games heen echt wel... goed. Ik vond een 1 al goed, maar ik vind dat ze echt wel goed groeien erin. Mm-hmm. Kaya Honka. They're fancy, Laurie Gates.
Echt Fins. En die robot in die Eater robot in de Academy. Ja. Ja. Met die lasers. Goblin Thief, ja. Monster, Wizard 1, allemaal dezelfde man. Benjamin Bollen. Ja, ja. Benjamin Bollen. Er zit nog een Nederlander in, het is niet te geloven. Lekker hoor. Lekker hoor. Dit trein 3, dat was toch trein 2? Met die grote robot? Oh nee, dat was trein 3. Koen heeft last van geheugenverlies. Ja, sorry. Ricardo Voogd. Zo, twee Nederlanders. Lekker bezig, jongens. Lekker bezig. Tekst Toeho Kim. Dat is geen Nederlander. Nee. Additional sound material. Freesound.org. Goed geregeld, jongens. Trein 3. Aan het einde gekomen. Copyright. Altijd handig. Epic Games. Copyright 2003. Gaat er weg, man. Oh ja, de Europese Unie had ook nog wat mee te maken. Dat was vorige keer ook. Ja, die geloven natuurlijk in tovenaars en goblins. Ja, mensen. En dan komt daarmee ons avontuur ten einde. En dat betekent dat wij jullie gaan zien in Trine 4. Wij hebben de Trine. De Trine, die blijkt niet de Trine te zijn, maar het blijkt een persoon te zijn. Ja. Wier ziel vast zat in ja, dat is het. Edelsteenachtige ding. Ja. En ja, we moeten dus nog een deel van de Trine herstellen. Maar ondertussen is ook de zus van Trine gehersenspoeld door Sarek. En ja, ik vermoed dat wij in trein 4 gaan laten zien wie de baas is. En ik vertel jullie vast in het voren, dat is Sarek niet. Nee. Nee, dat is Corné ook niet, denk ik. Nee, denk ik zeker niet. Maar ik ben niet meer zo gemeen als... Oh ja. Wij zien jullie graag in het volgende avontuur, dames en heren. Bedankt voor het meebeleven van trein 3. The Artifacts of Power. Joejoe. Een hele fijne dag. Welterusten.